Welkom bij deze nieuwe video van Houthandelonline. Vandaag gaan we een constructie maken van Douglas hout. Voor de constructie die we gaan bouwen gebruiken we Douglas palen van 20 bij 20 centimeter. De stelplaten hebben we al bevestigd op de staanders. Wil je nou weten hoe je die stelplaten bevestigt? Zie dan ons ander filmpje, hoe plaats ik een Douglas paal op een betonpoer. We beginnen met het plaatsen van de staanders. Deze gaan we waterpas zetten door middel van rachels en daarna kunnen we de ringbalken gaan bevestigen. We hebben zojuist alle staanders waterpas afgeschoord. We gaan nu de ringbalk op maat zagen. Die gaan we bovenop de staanders gaan we die plaatsen. We zagen er een verbinding in elke hoek en daarna korten we hem af op lengte. We tekenen eerst de breedte van de staander af, dat is hier 20 centimeter. En daarna zagen we hem op 8 centimeter diep zagen we hem in. Voor het bevestigen van de liggers op de staanders gebruiken we de tellerkopschroeven 8x240. Deze schroeven zijn ervoor gemaakt om de houtconstructies goed tegen elkaar aan te trekken. We boren hem eerst voor met een speedboor 22 en de rest boren we door met een 8 mm boor. Voor deze constructie gebruiken we balken van 70 bij 200 hoog. Het is belangrijk om te weten dat je de juiste hoogte neemt voor jouw overspanning van jouw constructie. Het is heel makkelijk uit te rekenen. Je meet de buitenkant van de overspanning en die deel je door 20. Als je bijvoorbeeld een overspanning hebt van 3 meter, heb je een minimale balkhoogte nodig van 15 centimeter. Wij boren de balken voor met een 22 mm speedboor en daarna boren we hem door met een 8 mm spiraalboor. Daarna komen de tellerkopschroeven erin van 8x240. Nou, bij onze constructie boren we hem op 5 aan de achterkant van de ringbalk. En daarna mooi in het midden van de balk, dus op 3,5. Boren hem hier met een 22 mm speedboor en daarna boren we hem door met een 8 mm spiraalboor. En dat doen we aan de voorkant van de balk ook. We hebben zojuist alle liggers op maat gelegd en vastgeschroefd met de tellerkopschroef 8x240. We hebben een rafeling eruit gespaard omdat er bij ons een dakraam in komt. Heb je dat nou niet, dan leg je ze natuurlijk gewoon door. Hou er wel rekening mee dat je een maximale overspanning hebt van 60 centimeter, zodat je dakhout niet kan doorzakken. De constructie is nu klaar. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer.